Molenmuseum De Valkjarig. Nacht- en weekendafsluitingen. 2 miljoen bezoekers. En wat zou jij je moeder het liefst geven? Welkom bij het Unity TV-nieuws van vrijdag 6 mei. Eindelijk is het echt voorjaar en dat betekent drukte op de Leidse wateren. Goed dus voor de Leidse rederijen en voor de verhuurders van sloepen. Die maken nu in één klap een slechte start van het seizoen weer goed. Na een hele lange koude maand april schijnt nu eindelijk het zonnetje en de telefoon staat rood gloeiend. En je ziet het, er wordt weer volop gevaren. Het is gelijk volop zomer, 24, 25 graden. Ik denk dat alle bootjes eigenaren ontzettend blij zijn met dit mooie weer. Helemaal goed. En dus is het ineens weer file varen op de Leidse grachten. Er zijn veel rondvaartboten, maar ook steeds meer sloepen. Dat komt omdat de verhuur van sloepen steeds populairder wordt. Olympia Charters in Warmond heeft tot 30 in de verhuur. Ja, je merkt dat het huren van een sloepje is erg populair geworden de laatste jaren. Niet alleen op de Kaag of in Leiden, maar eigenlijk in het hele land wint het aan populariteit. Dit stel uit Alphen aan den Rijn bijvoorbeeld huurt regelmatig een sloepje. We hebben niet de lasten, maar alleen maar de lusten. En als we zin hebben, dan bellen we en dan is er altijd een boot. Dus zalig. Maar dat betekent wel dat er steeds meer mensen op het water zijn die weinig ervaring hebben met een boot. Wat we wel heel erg veel zien, zeg maar als beroepsvaart, dat er nu heel veel huursloepen zeg maar, uit de kast worden getrokken. En ja, die mensen, daar kunnen ze ook niet helpen. Die huren 2 dagen per jaar een boot en die kunnen niet zo fantastisch varen, over het algemeen. En daar is het een beetje stoeien mee. Maar dat is ook wel weer een beetje de charme van het vak, want dan hebben wij tenminste ook nog een beetje wat te sturen. We hebben niet veel problemen gehad op het water. En ik vind ook dat op het moment dat je met veel mensen op het water zit, ja, gun elkaar de ruimte en dan gaat het allemaal goed. Wordt het een mooie zomer? Ja, laten we dat maar hopen. Het geld is op, dus we moeten een beetje kassa gaan draaien. Op de Churchilllaan in Leiden is donderdagmiddag om even na 3 uur een flink ongeval gebeurd tussen een fietser en een personenauto. De fietser is door de auto geschept en is hierdoor flink gewond geraakt. De voorruit van de auto is versplinterd. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersongevallenanalysedienst van de politie is ter plekke gekomen om de toedracht van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval was de Churchilllaan stad in lange tijd afgesloten. Vanaf woensdag 11 mei tot zondag 16 mei is de Trekvlietbrug en de Lammebrug 's avonds en 's nachts afgesloten. Ook in juni vinden er wegafsluitingen plaats op de N206 bij Leiden. Het gaat hier om een weekendafsluiting van de Trekvlietbrug van vrijdag 3 juni tot en met maandag 6 juni. Door de afsluiting is er gedurende de nachten en het weekend ook een grootschalige omleiding. Verkeer vanaf Amsterdam richting Voorschoten, Katwijk en Leiden Centrum wordt omgeleid via de A44... en verkeer vanaf Den Haag richting Leiden wordt omgeleid via de N14. Tijdens deze nachten voert de provincie werkzaamheden uit aan de N206... Zij vervangt in deze periode de opleggingen van de bruggen en de slijtlaag van de Trekvlietbrug. Goed nieuws voor Soldaat van Oranje, de musical. De productie verwacht tweede Pinksterdag, maandag 16 mei, haar 2 miljoenste bezoeker te verwelkomen. De productie had al het theaterrecord voor de meeste bezoekers ooit in handen sinds november vorig jaar, maar is daar nu ver overheen. De musical loopt nu al langer dan de oorlog heeft geduurd. Producent Fred Boot zegt: op tweede Pinksterdag spelen wij onze 1830ste voorstelling. Het is voor ons niet te bevatten dat we het verhaal van Erik Hazelhoff Roelsema en zijn vrienden dan aan meer dan 2 miljoen bezoekers hebben mogen vertellen. We proberen het nooit gewoon te gaan vinden en we doen er alles aan om de kwaliteit van de voorstelling op het hoogste niveau te houden. We zijn ongelooflijk trots en dankbaar dat het publiek ons nog altijd zo waardeert. Vanuit de organisatie de vraag aan de bezoekers om ervaringen te delen op soldaatvanoranje.nl/2 miljoen bezoekers. De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zijn op een 2-1 achterstand gekomen in de halve finale van de play-offs om het landskampioenschap. In de eigen 5 mei hal verloren ze donderdagavond met 76-93 van Donar. En daardoor hebben de hoger geëindigde Leidenaars niet langer het thuisvoordeel in de best of 7. Aangezien het gaat om 4 gewonnen wedstrijden, moet ZZ Leiden vanaf nu minimaal 1 uitduel naar zich toe trekken om uitzicht te houden op een finale plaats. Komende zaterdag wordt de 4e wedstrijd in Groningen gespeeld. De eerste ontmoeting ging naar ZZ Leiden,
72-69. En de tweede confrontatie werd een prooi voor Donar. Molenmuseum De Valk bestaat dit jaar 50 jaar. Molen De Valk is de enige overgebleven authentieke windmolen in de Leidse binnenstad. Die het tot op de dag van vandaag nog steeds doet. Hij doet het lekker vandaag. Het is een mooi steady windje, dus het ziet er weer leuk uit voor Leiden zo. Molen De Valk is gebouwd in 1743. Vandaag de dag is Henny van der Lely de molenaar. Daarnaast leidt hij gasten rond door het museum. Het is een korenmolen. Er wordt graan gemalen voor de bakkers in Leiden. Maar dat gebeurt nog een verdieping hoger dan waar we nu staan. De eigenlijke molen begint pas op het niveau waar de omloop is, de stelling. En de rest daaronder is alleen maar om deze molen hoog boven de huizen van de stad uit te krijgen. Omdat natuurlijk in 1743 was dit al een plek in de stad. Dat betekent dat de huizen en de bomen die hielden de wind tegen. En daar moest de molen bovenuit komen. Voor het jubileum zijn er veel extra activiteiten georganiseerd. Zo zijn er naast de vaste collectie een aantal tijdelijke tentoonstellingen. Wat wij in het kader van het 50-jarig jubileum onder andere gaan doen is op deze verdieping een kleine tentoonstelling inrichten van Philip Pijnaker. Dat is, op dit moment is hij molenaar van onder andere Molen De Put, maar ook nog een aantal andere molens in Leiden. Die heeft een hele uitgebreide molenverzameling en een deel van zijn verzameling gaan we hier tentoonstellen. Verder mag iedereen met de naam Valk gratis naar binnen. Is er een molenquiz, een film over Molen De Valk en een knutselwedstrijd voor kinderen. Dit alles start tijdens de museumnacht. Aftrap is op 28 mei tijdens de museumnacht in Leiden. En wij hebben het Blauwe Uur gevraagd. Dat is een lichtkunstenaarscollectief, een moeilijk woord. Om een show samen te stellen die in de loop van die avond een aantal keren vertoond gaat worden. En dat belooft echt spectaculair te worden. In de jubileumweek betaal je een prikkie om naar binnen te mogen. 2 kwartjes. Net zoals 50 jaar geleden. Zondag is het moederdag. Als je al het geld van de wereld had, wat zou je je moeder dan geven? Mijn moeder zou het wel leuk vinden om bij Caesar Milan, die ranch, weet je wel, om daar een keertje bij mee te lopen. Of een eigen ranch te kopen. Eigen ranch? Ja, zou ze wel leuk vinden. Ja. Is ze zo'n liefhebber? Ja, ze houdt heel erg van honden. Dan zou ik haar meenemen op een wereldreis, denk ik. Wat is het leukste land dat je dan zou bezoeken? Ik denk Afrika, ja. Of Amerika, een van de twee. Ik zou denk ik op vakantie gaan, echt heel lang. Gewoon alles kopen wat je wil. Ik zou er sowieso naar het ergens mee naartoe nemen, dat zou ik wel zeker doen, ja. Dus niet echt iets kopen, maar meer meenemen, ervaring? Iets wat ze zelf kon onthouden, niet iets materialistisch, maar meer iets waar ze echt van de rest van het leven zou denken van ja, vind ik echt leuk. Nou, een soort van mijn idee afpakken, hè, mevrouw. Wat? Ik zou op vakantie gaan. Nee, gewoon een, weet ik niet, Amerika of zo. En dan gewoon daar een trip maken. Echt New York, alles. En dan nog het weer. Vandaag was het zonnig weer met een briesje uit het zuidoosten. De temperatuur van vandaag kwam uit op een aangename 24 graden. De weerfoto van vandaag is gemaakt door Rianne Jansen in Leiden. Vanavond en vannacht wordt het helder met een zwakke wind uit het zuidoosten. De temperatuur daalt naar de 11 graden. Morgen begint het weekend zonnig. De wind blijft waaien uit het zuidoosten en de temperatuur komt uit op de 26 graden. Dan kijken we nog even naar het weer voor de rest van de week. Zondag wordt het bijna tropisch met een temperatuur van 27 graden. Daarbij is het zonnig en waait een matige oostenwind. Na zondag komt er meer bewolking in de regio en de temperatuur gaat dalen naar de 19 graden. Gemiddeld komt de temperatuur uit op de 23 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Zaterdag om 6 uur melden we ons met het weekoverzicht. In de tussentijd houd je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een heel fijn weekend.